Dag Riefje vriendjes, hoe is je daar? Nou, met mij al een stuk beter. Hè? Toch lekker, hè? Dat het lijf zich nog steeds probeert te herstellen. Mooi! Wat zit er onder het doosje? Wat heeft onze Achmetje opgestuurd? Laten we even kijken. Ik ben gespannen, jullie ook. 3 blikken. Ertensoep, ertensoep en ertensoep. Uit een blikkie. Nu moet ik eerlijk zeggen, het schijnt dus winter te worden, het schijnt te gaan sneeuwen, het schijnt te gaan vriezen. En wat eten wij Nederlanders dan? Ertensoep. Maar hoe eet oma Jans ertensoep? Inderdaad, zelfgemaakt of van de slager die het ook zelf maakt. Niet uit een blikkie, want het is namelijk niet te bikken. Het is leuk, Achmed. De Albert Heijn ertensoep en blik is bok en bok goedkoop. Kost bijna niks, kan dus ook niet zijn. Daarna die van Struik is wel een stukje duurder. Maar ja, volgens mij betaal je 1,70 euro of zo voor zo'n blik. Het is een halve liter, hè. Die van Unix is het duurste en zou ook het lekkerste moeten zijn. Nou, laten we even gaan proeven. Ik ga ze even opwarmen. Haha, zelf man. Ik moet je wel zeggen dat ik dit dus in de vroege ochtend opneem. Ik weet niet of je dan trek hebt in de warme ertessoep. Ik niet. Zo, review vrienden. De ertessoep is opgewarmd. We hebben hier... Het is struik wat ik gebruik. We hebben hier de Unox en we hebben hier de Albert Heijn. De Albert Heijn is bokgoedkoop. De Unox is het duurst en de struik zit tussenin. Laten we eerst even gaan kijken. Het rare is, struik is groen, Albert Heijn is groen en die van Unox die is een beetje grijs. Vreemd. Wat me ook opvalt is dat die van Unox bok en bok vol vlees zit, worst, maar ook andere stukjes vlees. Ik denk varkensvlees, wat er vaak ook in zit natuurlijk. Die van struik, die hebben ook stukjes worst erin gedaan, maar heel dun gesneden. Hele dunne plakjes. En ik ben benieuwd van de dikke plakjes. Dat is ook een vieze worst uit. Wat bij de Albert Heijn opvalt, is omdat ze natuurlijk toch dat blik moesten vullen voor die 89 cent, is dat er enorme bonkers aardappel in zit. Ja, zo kan ik het ook. Maar waar gaat het om? Het gaat om smaak. Dus of het grijs is of groen, of de worst dun gesneden is, of er veel aardappel in zit. Het maakt geen moer uit. Is het lekker? En ik hou van ertessoep. Dus ik denk dat ik het snel lekker vind. Komt-ie. Ik ga van goedkoop naar duur. Dus Albert Heijn, Struik, Unox. Albert Heijn, ertessoep. Het is ertessoep, 100%. Er zit niet heel veel smaak aan. Wat me wel opvalt, is dat er heel weinig worst in zit. Ertessoep zonder worst is als een vrouw zonder... Nou, laat ik dat niet doen. Het is minder vies dan ik had verwacht. Beetje smakeloos. Weinig vlees, veel aardappel. Struik ertessoep. Hier zie je... hele stukken ert in zitten. Je komt op een gegeven moment gigantische bonken wortel tegen. Ja. Bij struik hebben ze hem allemaal volgegooid met de grote vierkante aardappelen en enorme blokken wortel. Je zit geen hutspot te eten. Hij is ook dunner dan die van Albert Heijn. En ertessoep moet niet dun zijn, moet dik zijn, moet je lepel er recht op in kunnen zetten. Dat kan hier niet. De smaak is ook waterig, er zit heel weinig smaak aan. En er zit een ongelooflijk overheersende wortelsmaak in. En volgens mij heet het ertessoep en geen wortelsoep. Deze is al minder lekker dan die van Albert Heijn. Denk daar maar eens over na, meneer Struik, hoe dat kan. Unox is de duurste en moet de lekkerste zijn. Als Unox niet de lekkerste is, hebben we een probleempje in dit land. Unox zit bokvol met worst. Ik zie hele erten. Unox is ook echt serieus de dikste. Dat is ook goed. Ik vind alleen die van Unox niet zo heel erg lekker smaken. Het is misschien een beetje raar. Maar die van Unox smaakt een beetje naar vis. En ik hou heel erg van vis. Maar niet in ertessoep.
ik krijg wel eens berichten van mensen die zeggen, die reviews van jou, dat slaat ook allemaal nergens op. Hè? Dat is ook wel een beetje een slapgehouden neel over producten. Maar goed, er kijken 800.000 mensen naar per maand. Dus dan laat ik het ook maar zien. Maar je kan er ook wat voor opsteken. Want, dames en heren, jongens en meisjes, wat gebeurde er nou vandaag? Ik ging dus erwtensoep proeven. En weet je wat de lekkerste is? De aller goedkoopste. De Albert Heijn erwtensoep, ja, die is de helft van de kosten van de Unox erwtensoep. En de Unox erwtensoep is dus helemaal niet zo erg lekker. Ja, en ik begon mijn hele verhaal te zeuren dat er weinig worst zit in de Albert Heijn erwtensoep. Maar de Albert Heijn erwtensoep smaakt wel naar erwtensoep. Deze smaakt naar wortel. En deze smaakt naar vis. Huh? Ja, de cijfertjes voor de erwtensoep. Ja, dat wordt een hele opvallende. Ik zal je vertellen, die van Unox voldoet aan de erwtensoep eisen als de dik zijn. De hoeveelheid vlees wat erin zit. En ik vind de smaak niet lekker. Waarom smaakt het naar vis? In ieder geval, deze krijgt van mij een 5. Unox een 5. Ga daar maar eens over nadenken, hè? Heren en dames van Unox. Dat is niet goed, hè? Struik is beter dan Unox, omdat het niet naar vis smaakt. Maar het smaakt naar wortel. Het zit helemaal vol met enorme brokken wortel en aardappel. Dat is niet helemaal de bedoeling, hè, voor ertessoep. Struik krijgt ook van mij een 5. Want veel beter of veel slechter dan die van Unox is het ook niet. Ja, die zullen er vast wel stemmen op gaan dat ik gesponsord word door Albert Heijn. Was het maar zo. Bel me trouwens even. Maar de Albert Heijn ertessoep, de goedkoopste uit de hele winkel, is het lekkerste. Is de enige ertessoep waarvan je denkt, hey, ertessoep. Ja, er zit een beetje weinig worst in. Dus dan koop je een worst, flikker je dat er gewoon erbij. Ha, problem solved. Want deze kost geen moer, dus kun je ook wel een worstje kopen. De Albert Heijn erwtensoep is prima erwtensoep. En nee, natuurlijk komt het niet in de buurt van vers gemaakt. Maar ja, je koopt het ook in een blikje voor weinig geld. De Albert Heijn erwtensoep krijgt van mij gewoon een 7. Dus zo zie je maar, kinderen, niet altijd het duurste is het beste. Hm? Dat is de les die we leren vandaag van Omian. Nou, hartstikke leuk. Ja, ik ga nu niet meer ophouden. Ik ga het ook niet opeten. Want het is hartstikke vroeg. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar 3 soorten erwtensoep in de ochtend. Is niet mijn kopje koffie, ja? Oké, tot volgende week.